Onze TicketPower-app helpt bedrijven die met veel leveranciers en binnenkomende orders te maken krijgen. Soms krijg je dan facturen met verkeerde bedragen, verkeerd toegepaste korting of verkeerde artikels. De TicketPower-app verzamelt alle relevante data uit je ERP-systeem en laat je toe tickets aan te maken, betalingen te blokkeren, opmerkingen toe te voegen, tickets te koppelen aan facturen en vanuit de app mails te sturen naar leveranciers. Hier zien we het startscherm van de ticket-app. In het startscherm kunnen we zien hoeveel tickets er aangemaakt werden en hoeveel er zich in elke status bevinden. Daaronder kunnen we de tickets zelf zien. Per ticket kunnen we zien wie dat de leverancier was en over welk document dat gaat. Daarnaast kunnen we ook de regels zien die fout zouden zijn. Indien er een regel opgelost werd, in bijvoorbeeld een kredietnota of een andere factuur, kan dit er ook bijgezet worden. Daarnaast is het ook altijd mogelijk om op een ticket een opmerking te zetten. De tickets kunnen we daarnaast ook filteren op bijvoorbeeld de status, bijvoorbeeld enkel de gesloten tickets of enkel die in progress. Daarnaast kunnen we ook filteren op de naam van de leverancier. En onderaan kunnen we ook Excels genereren. Om een makkelijker overzicht te krijgen, is het ook mogelijk om de artikelregels te verbergen. Indien we op plus verder klikken, kunnen we een nieuw ticket aanmaken. Hierbij wordt gegevens uit NAF gehaald. Zo kunnen we bijvoorbeeld een leverancier uit NAF kiezen. En daarnaast kunnen we contactpersonen die hangen aan deze leverancier kiezen. Bij het kiezen van de contactpersoon wordt dan het e-mailadres overgenomen. We kunnen dan ook nog zeggen wat de prioriteit is, wat de reden is van het ticket, bijvoorbeeld de foutieve prijs, en of we de betaling van de factuur blokkeren. Daarnaast kunnen we ook kiezen over welk document dat gaat. Dit kan een enkele factuur zijn, of een inkoopkredietnota. Als we dan hieruit opklikken, bekomen we een lijst van de inkoopfacturen voor deze leverancier. Als we er eentje kiezen, dan wordt ook het factuurnummer van de leverancier opgehaald en de factuurdatum. In het tweede onderdeel kunnen we dan ook de artikelregels op de factuur zien en deze kunnen aanduiden. We kunnen dan zeggen of er iets mis is met de prijs, met de korting of met de hoeveelheid. Hier kunnen we bijvoorbeeld zeggen dat de prijs 20 euro te duur was. Dit kunnen we dan toevoegen en dan kunnen we nog een artikel aanduiden die bijvoorbeeld 10 euro te duur was. En onderaan kunnen we dan nog een opmerking zetten. Door op Create Ticket te klikken, kunnen we het ticket dan aanmaken en komt dit in het overzicht terecht. Als we dan even teruggaan naar het overzicht, kunnen we even doorklikken op bijvoorbeeld dit ticket. Hier zien we dan terug alle details, zoals door wie dat gemaakt werd, wanneer, of welke artikelen dat gaat. En hier kunnen we dan ook de status wijzigen of aan iemand toekennen. We zien dan ook wat de prioriteit nog eens was. En we kunnen de factuur ook openen in Navision zelf. Hierbij wordt dan de webclient geopend. En hier zien we dan de factuur staan. Bij het aanmaken van ticket wordt ook het veld ticketnummer ingevuld, zodat je weet dat aan deze factuur een ticket hangt. Als we dan eventjes teruggaan naar de Power App, kunnen we ook gaan naar de ticket lines. Hier zien we dan de artikelregels die aangeduid werden. En als het opgelost is, dan kan dat gelinkt worden aan een tijdelijke inkoopkredietnota of een inkoopkredietnota of een tijdelijke factuur of inkoopfactuur. Per regel kan ook nog wat commentaar gezet worden.
Bij het aanmaken van ticket wordt ook een Word-bestand gemaakt. Deze kunnen we openen in Word zelf. Dit is een Word-bestand die opgevuld werd met de details van het ticket. En deze kan dan vanuit Word verstuurd worden naar de leverancier. Dus hier zien we dan het Word-bestand. We zien voor welke leverancier dat is. Voor welk artikel. En een tekstje die nog aangepast kan worden.